Beste kijkers, welkom bij Wij zijn van de Partij. Een programma waarin ik in gesprek ga met mensen die de Hardenberg in de gemeenteraad vertegenwoordigen of dat graag zouden willen. Wie zijn zij? Wat fascineert hen aan de politiek? En wat hopen zij daarin te bereiken? Dat zijn een paar vragen waarop ik antwoord hoop te krijgen. Ik ben Geke Lensen, gespreksleider in deze met EI. Let's go! Allemaal welkom bij Wij zijn van de Partij. De eerste na de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk, officieel, alweer een half jaar geleden. Een heleboel van onze gasten die we aan tafel hebben gehad, hebben het daarbij niet gered. Maar deze drie wel. Prachtige, prachtige mooie gasten. Ik stel ze even naar u voor. Aan mijn rechterkant zaken Christian Stelpstra, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Links van mij Elma Soeten van het CDA. Naast haar Romano Boshoven, fractievoorzitter van GroenLinks. Ja. Geweldig. Ik gooi hem er meteen maar in. Hoe teleurgesteld is zaken dat hij geen wethouder is geworden? Nou, niet teleurgesteld. Nee? Nee, op geen enkele manier, nee. Nee? Had je niet verwacht? Nou, sterker nog, ik wou het niet. Aha, dus Alwin ter Rietstap is tweede keus? Nee, Alwin ter Rietstap is de eerste keus. Oké. Ja, ja. Maar je had ook geen ambitie? Laat ik zo zeggen, voor deze verkiezingen niet. Hè, wat in de toekomst is, dat zullen we dan wel zien. Ja. Maar het was voor mij heel duidelijk. Ook in de gesprekken met de selectiecommissie heb ik aangegeven, het lijkt me een ontzettende leuke taak om fractievoorzitter te mogen zijn. Okay. Maar wethouder is absoluut niet mijn ambitie. En dat heeft ook te maken dat ik daarnaast ondernemer ben, nog veel dingen voor de kerk doe. En dat zijn allemaal dingen die ik graag blijf doen. Oké. En want ik had mij wel afgevraagd, Alwin kwam voor mij althans uit de lucht vallen. Nooit in de gemeenteraad gezeten, dacht ik. Klopt, Alwin is statenlid. Ja, dus dat wist ik wel. Staten. Maar deed hij dan een stapje terug? Is dat een stapje terug? Nou, mag je dat zo zeggen? Nee, ja, laat ik zo zeggen. Alwin ter Rietstap is binnen de ChristenUnie echt een talent. Ja. Hij had een grote kans om lijsttrekker te worden in de provincie. Oké. Okay. Maar wij hebben het talent naar Hardenberg kunnen halen of kunnen behouden. Ja, jullie hebben hem gevraagd van joh, kom alsjeblieft hier naartoe om Jannes Janssen op te volgen. Ik heb hem gevraagd of hij wou solliciteren voor die functie. En dat heeft hij wel overwogen gedaan. Ja. En daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Dus niet teleurgesteld? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Oké. Okay. En Romano, want jij kwam er aanvankelijk niet in. Ja. Uiteindelijk toch, hè, omdat mm-hmm. Anne van den Hoek gezegd heeft van nou, ik ga mij wijden aan andere zaken. Ja. Vroeg mij af, hadden jullie, want jullie hadden natuurlijk gerekend op winst. Ja. Uiteindelijk had je gehoopt dat je met twee in de gemeenteraad zou komen. Mm-hmm. Hadden jullie dat van tevoren al afgesproken van nou, mochten we het onverhoop niet halen en het blijft bij één zetel, dan maak ik plaats voor jou? Nee. Nee, dat hadden wij van tevoren niet afgesproken. We gingen de derde verkiezingen in met de verwachting dat we gaan winnen. In stemmen hebben we ook gewonnen. Ja. Ons totaal aantal stemmen is bijna verdubbeld. Dus op zich is dat heel goed. Er was net niet genoeg voor die tweede zetel. Nee. En verder was er niet geluk van tevoren. Is het dan niet een klein beetje ook kiezersbedrog dat Anne dan toch zo kort na de verkiezingen zegt, jongens, ik ga het toch niet doen? Nou, ik denk als we het voor de verkiezingen hadden geweten, dan waren er wellicht andere keuzes. Zij zei wel, zij gaf aan, ik heb er heel lang over nagedacht. Ja. Nou, heel lang kan het dan niet geweest zijn. Want het was een paar maanden, nog niet eens, denk ik.
Nou goed, heel lang, dat is natuurlijk een ja, beetje is relatief. En de persoon zelf wat heel lang is. Ja. Maar het is zeker geen beslissing geweest die ook van de een of andere dag is genomen. Want hij is ook binnen onze partij en wij hebben een fractie die ook meer mensen bestaat dan alleen ik. Ja. Dus dat is wel een weloverwogen besluit geweest en een proces ook wat we als partij hebben doorlopen. Ja, precies. Nou ja, uiteindelijk ben je gewoon hartstikke blij dat je erin zit. Ja, daar komt het op neer. Ja. En meteen fractievoorzitter. Nou ja, mooier kan je het dan niet krijgen, toch? Had nee, je vorig jaar niet gedacht, denk ik? Nee, ik had vorig jaar niet eens gedacht dat ik nu actief in de politiek zou zijn, denk nee. ik. Nee, precies. Want het was... Nou, nee, ik ben nu... ik ben nu anderhalf jaar actief, zeg maar, in de politiek. Ja. En het is allemaal heel snel gegaan en dat is... alleen maar leuk en motiverend om zo door te gaan. Ja, ja de, voordat jij, zeg maar, vorig jaar kwam je, dacht ik, in de raad met een verhaal ja. Over racisme ja. en dat soort dingen. Ja, klopt. Daarvoor had je die ambitie helemaal niet. Nou, ik ben altijd wel politiek geïnteresseerd geweest. Dat zit ook wel heel erg in onze familie. Politiek is wel altijd een keukentafelgesprek, om het zo te noemen. Mm-hmm. En, dus je voelt je hier wel thuis, zeg maar. Dus ja, nee, een beetje keukentafel, zeker. Hè? Ja, 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 lekkere chocoladekoeken op tafel. Nou, neem maar één. Zou ik zeggen. Ja, toch toe, Romano. Je mag allemaal. Dus, ja, nee, maar er is altijd politieke interesse geweest. En ik heb ook altijd wel gezegd, ondanks dat ik bedrijfseconomie studeer, dat ik wel graag iets maatschappelijks wil doen. Ja. En politiek vind ik ook iets heel maatschappelijks. Dus, ja, maatschappelijk, ja? Ja, vind ik wel. Nou, ja. Komen we zo nog op. Ik wil even naar Elma. CDA. Ja. Wanneer was voor jou het moment dat je dacht, nou wil ik de politiek in? Nou... Een beetje zoals Romano het ook zegt, bij ons thuis was het, het ging vaak over vraagstukken, ja, noem het politiek, hè, maar we hadden vaak discussies van wat vind je dan dat kan en waar ligt de grens en wat is voor de maatschappij het beste. Nou ja, daar hadden we het vaak over, ik vond daar van alles van. Mijn ouders waren typische CDA-mensen. Hè. Als je terugkijkt naar de verzuiling, we waren lid van NCV, NCV, CRV, even heel kort, je komt uit Sipkelo. Nee, ik ben geboren in Vroomshoop en opgegroeid in Vroomshoop. En gestudeerd in Enschede en ik woon met mijn man en kinderen nu in Sipkelo. Maar al, ik zeg altijd 20 jaar, dat is niet helemaal zo. Sinds 2001 hebben wij een woning gekocht, dus dat is al wel een hele tijd in Sipkelo. Ja. Mm-hmm. En toen ik puber was ik anti-CDA, maar anti-alles. Dus ook anti-mijn ouders. Hè? Dus dat leverde geweldige discussies op. Maar naarmate ik ouder werd, maatschappelijk betrokken. Ik ben maatschappelijk werkster. Ik heb opleiding gedaan, HBO-opleiding maatschappelijk werk. En meegelopen een tijdje met minister Herfkens, destijds ontwikkelingssamenwerking. Okay. En werd ook wel van, dat is niet per se mijn partij. Maar ik vind het wel belangrijk dat er iets gebeurt. En dat mensen bewegen. En dat is niet per se politiek hoor, want ik ben ook vrijwilliger bij de kerk en ik ben vrijwilliger bij voetbal en op allerlei gebieden. Maar wanneer was dan het moment dat je dacht, ben je gevraagd door het CDA? Ja, ik werd gevraagd omdat ik ze steeds vaker tegenkwam. Oké. Okay. Dat mensen zeggen van, joh, we zien jou overal en je vindt van alles, misschien moet je dat ook eens hardop gaan zeggen. Ja. Dus zo is het gegaan. En je bent gevraagd door het CDA? Ja, ik kende Douwe. Via had ik, kwam ik met hem in contact. Zou bijna denken vriendjespolitiek, maar dat zal maar niet hard op zeggen. Maar wat is daar erg aan, dat als je elkaar kent en elkaar dan vraagt van, joh, je vindt hetzelfde als dat wij vinden, wil je ons niet helpen? Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Zo is het gegaan, ja. Oh, oké. En we zijn nu, pakweg een half jaar onderweg. Eigenlijk zijn we net gisteravond weer begonnen na de vakantie, zou ik zeggen. Ik zeg vakantie, jullie noemen het reces. Waarom eigenlijk? Geen zaken, idee. Zeg Geen jij idee. Het? Dat weet ik niet. Ga je niet zulke moeilijke vragen stellen? Ja, nee, ja. Weet iemand van jullie dat? Ik kan het wel even googlen. Vorig jaar ging jij denk ik nog met vakantie, nu met reces. Nu met reces. Wat is het verschil? Dan volgens mijn zoon die het gegoogeld heeft, maar goed, ik praat hem gewoon na, is hij vast trots op. Betekent het, is het een oud Nederlands woord voor vakantie? Okay. En toen dus de politiek geïnstalleerd werd, heel vroeger, toen men daarmee begon, toen noemde men het reces. Dan wordt het toch tijd dat de politiek een klein beetje moderner wordt misschien. We kunnen het vakantie gaan noemen. Nou, zullen we dat afspreken? Ik heb wel vakantie gevierd trouwens. Ja. Oh, wel vakantie gevierd? Ja. We zijn ook met reces naar Italië geweest. En wil je met ons en de kijkers delen waar je naartoe bent geweest? Ja, dat wil ik wel. Ik,
in Frankrijk, ter hoogte van Lyon, in de bergen. Geweldig. Ja. Mooi. Mooi weer gehad. Ja, heerlijk weer. Oké. En jullie? We doen even een rondje. We doen net of we op de kleuterschool zitten. Doen ze toch ook op de kleuterschool even een rondje? Waar ben jij op vakantie geweest? Ik ben nergens op vakantie geweest. Ik ben gewoon lekker hier in Hardenberg geweest. Kan je mij daar? En daar kun je ook heel lekker vakantie ik hebben. Ik ben het helemaal met je eens. Ik kan mij de hand geven, heb ik ook gedaan. Ja, niks mis mee. En Elma? Ik was in Italië op de camping, in Toscane. Daar waar die was daar niet een jongen vermist? Dat was bij het Gardameer. Oh, oké. Dat was niet in die... Dat was niet in Toscane. Wij waren iets later. Ja. Mensen overigens op de heenweg wel over de brug gereden, die later is ingestort. Oh, en dat hoorde, wij kwamen maandag 's nachts terug en dinsdagochtend op het nieuws dat de brug was ingestort. En dat was wel even zo'n momentje dat je denkt, wij waren daar. Ja, oké. Ja. Nou, moet dan maar niet over nadenken wat daar had kunnen gebeuren. Maar goed, gisteravond met frisse moed weer begonnen. Afgelopen weken hebben we met name dan uiteraard de kopzondag. We kunnen er toch niet omheen. Heb jij, gisteravond hebben jullie het wel een beetje bediscussieerd nog, maar heb je ook uit eigen ervaring meegemaakt wat die kopzondag in Hardenberg betekende? Ben je er geweest? Mag ik dat vragen? Ja, dat mag je zeker vragen. Ik ben er niet geweest, nee. Maar ik heb wel veel mensen gesproken die er wel zijn geweest. Ja. En ik heb ook veel winkeliers gesproken die de winkels niet open hebben gedaan. Oké. Maar ook die wel de winkel open hebben bij gedaan. Ja. Is het dan, want ik begrijp heus wel dat jij geen voorstander bent van de koopzondag. Maar is het dan toch niet verstandig om in ieder geval even die sfeer op te snuiven, dat je even een soort... een gevoel krijgt van wat doet het met mensen. Is dat niet nodig voor je beeld om straks bij de evaluatie te kunnen zeggen, zo was het? Er komen nog een aantal zondagen, als dat belangrijk zou zijn. Ik denk niet dat dat per se nodig is. Nee. Kijk, tijdens de evaluatie zullen met name de winkeliers, dus dat zijn de direct belanghebbenden, er wat van moeten vinden. Ja. De omwonenden en de inwoners. Ja. En de politiek heeft al aangegeven dat de meest zwaarwegende punten. Dus het is voor ons veel belangrijk om die mensen te horen wat zij ervan vinden, dan dat wij zelf gaan bepalen wat wij ervan vinden. En dat is ook een van mijn punten. Wij kunnen wel iets vinden, maar het is belangrijk dat we luisteren naar de mensen om wie het gaat, wat die ervan vinden. Ja, dan kom je een beetje in de richting van wat Jonker heeft gezegd. Met winter en zomertijd, van de mensen willen het, dus doen we het. En dat is nou niet typisch iets wat de politiek doet, toch? Of zie ik dat helemaal verkeerd? Ik weet dat er een discussie speelt over zomer- en wintertijd. Jij hebt echt vakantie gevierd, hè? Ik heb echt 3 weken helemaal niks gedaan. Nou ja, goed, er was een discussie over zomer- en wintertijd. Ja, dat heb ik gehoord. En toen heeft Jonker gezegd voor de tv, voor de camera, we gaan de wintertijd afschaffen, want de mensen hebben aangegeven dat ze dat willen, dus doen we dat. Nou, dat is een mooie uitspraak, maar dat is niet echt politiek, want dat gebeurt in de politiek natuurlijk heel vaak niet. Dat is mijn stelling. Ja, dus, dat is jouw stelling. Die deel ik niet. Die deel jij niet? Nee. En waarom niet? Want er zijn best wel voorbeelden van te noemen. Noem de windmolens waar ze in de bewoners die het aangaat in Delfzaad willen het windpark niet, maar het komt er wel. Nou ja, dat is even. Delfzaad wil graag dat de Aldi naar Mercator gaat, maar de politiek wil dat niet, dus gaat het niet door. Volgens mij haal je 2 dingen door elkaar, Geke. Nou, vertel. Even als we het dan hebben over politiek en de windmolens, daar hebben we landelijk. Heeft de regering gezegd, wij willen duurzaam zijn en daar moet iedereen zijn verantwoordelijkheid in nemen. Ja. En daar heeft de bevolking voor gestemd. Mm-hmm. Dan krijg je als gemeente de taak. En wij in Hardenberg hebben gezegd, nou wij werken daarin mee. In Ommen zeiden ze, nou dat doen wij niet. En dat de omwonenden er moeite mee hebben, dat zie je eigenlijk bij elk plan, bijna elke ontwikkeling, de direct belanghebbenden vinden er altijd wat van. Ja. Dat is ook logisch, hè? Nee, maar als je sec even naar die windmolens kijkt, bij de mensen bij wie die in de tuin staat of dichtbij, die hebben er geen moeite mee. Ik ken zelfs mensen die zijn er hartstikke blij mee dat ze er zijn. Ja. Dus
de mensen die er tegen zijn... Maar die... we hebben het dan over een meerderheid. Nou, ja, dat vraag ik me af. Of het is zo dat mensen die tegen zijn vaak meer geluid maken dan de mensen die voor zijn en het laten gebeuren. Ik denk wel dat het zo is dat als je ergens op tegen bent, dan ga je er tegen in. En dat zien wij ook natuurlijk in de raadzaal, dat als mensen tegen zijn, dat dan zit gelukkig de publieke tribune vol. En dat is hartstikke mooi dat mensen meeleven. Ja. Maar het is niet per se zo dat er dan niet even zoveel mensen voor zijn voor iets. Maar je gelooft dan eigenlijk in de uitspraak wie zwijgt stemt toe? Nee, dat niet helemaal. Als ik kijk naar, ik woon in Sipkelo en daar waar ik woon kijk ik op de plek waar ze ook over windmolens praten. Dan hebben we het over Bergentheim, Kloosterhaven. Ja, dat is en ik woon echt aan de rand van Sipkelo. Ja. Ik weilanden achter mij en ik zie die plekken. En ik zou dan ook de windmolens zien. Persoonlijk ben ik niet tegen windmolens en ook al mijn buren niet. Nee. Er is wel een groep mensen tegen windmolens, maar die wonen niet allemaal. Maar die wonen toch met name daar langs de Vrooisweg, dacht ja, ik. Bergentheim en op Java. Daar wonen. Ja. Maar ook daar wonen mensen, en die spreken wij gelukkig ook, die ook wel voor windmolens zijn. Goed, dus alleen dat is altijd zo lastig, die komen niet naar de raadzaal. Je hebt altijd voor- en tegenstanders, ja. Maar hoe kijk jij daar tegenaan, Romano? Ben je het met zaken eens dat het niet klopt, hè, dat Jonker zegt van nou, als de mensen het willen, dan doen we het. En ik zeg nou... Dat is wel nieuws, want dat gebeurt niet zoveel in de politiek. Wat vind jij daarvan? Jonker, als voorbeeld nemen voor participatie heb ik sowieso nog niet zo vaak gehoord. Dat vind ik sowieso mooi. Hè? Nee, dat is wel een goeie. Ja, en de manier waarop hij zijn participatie heeft laten uitvoeren, kun je ook vraagtekens bij stellen, maar dat is een onderzoek geweest, daar hebben eigenlijk alleen maar Duitsers aan meegedaan. Dus je kun je daar vraagtekens bij zetten. Over de windmolens, ja tuurlijk, er is altijd een groep is er tegen. Er is ook een groep voor en er is inderdaad, dat geef je heel terecht aan, een hele grote groep die of ze vinden er niks van, maar die heb je ook gewoon, of ze maken zich er gewoon helemaal niet druk om. En zaken zijn heel terecht, vanuit de regering geven we aan van wij willen duurzaam. Nou ja, dat is een heel breed gedragen mening. Iedereen wil duurzaam, ook als je de mensen op straat vraagt. Maar dan verschil je dan niet een beetje achter het regeringsbeleid landelijk. Hè? Het is niet ons pakje aan. Als gemeenteraad in Hardenberg hebben we actief meegewerkt aan die plaatsing van de windmolens. We hebben wel gezegd, hè, bij toekomstige projecten vinden we het belangrijk dat er draagvlak is. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk een van de grootste voorwaarden. Ja. Is dat draagvlak er nu niet dan? Nou ja, er zijn nog geen concrete projecten, er zijn nog geen concrete plaatsen. Ik hoorde net Bergentheim, maar ja, dat is nog helemaal niet concreet. Nee. Dus, en dat vind ik ook moeilijk om daarop, zou ik zeggen, te reageren. Zodra er concrete projecten gaan, hebben wij heel duidelijk aangegeven... Er moet draagvlak zijn. Nou ja, goed, maar we hebben het dan over de windmolens, maar laten we het even over al die Mercator hebben. Daar zijn toch ook een heleboel mensen zijn daarvoor. Er zijn ook een heleboel mensen tegen. Ja, is dat zo? Ja, er zijn ook een heleboel hebben mensen tegen. Hebben jullie dat gemeten? Wij hebben ook heel veel mensen gesproken die er echt fel tegen zijn. Waar dan? Dus, waar in de hele straat. Want er is een petitie geweest en daar hebben heel veel mensen op getekend. Klopt, inderdaad. Een petitie geweest van tegenstanders. Er is geen petitie geweest van tegenstanders, inderdaad. Dat is sowieso niet iets wat je heel vaak ziet. Als je een petitie hebt, dat daar dan een tegenpetitie opkomt. Nee. Maar het is niet waar dat alle deelsvaders die supermarkt willen verplaatsen. Ja? Nou, ik ga geen percentages geven aan hoe die verdeling is, maar het is niet dat heel DSV zegt van laten we die supermarkt verplaatsen naar de Mercator-terrein. Nee. Dus je zegt eigenlijk daarmee is wel recht gedaan aan wat de burger, wat dat dan ook is, de burger wil? Nou ja, in deze, dit is een buitengewoon lang spelende zaak. En als je dat zou willen meten, dan moet je een referendum gaan organiseren over willen we een supermarkt daar toestaan, ja of nee. Ja. Nou, het zou best kunnen dat de meerderheid dat wil, maar wij zitten er ook als gemeenteraad
om alle belangen af te wegen in deze. En ik denk dat we dat in deze altijd zorgvuldig hebben gedaan. Ja. Ja. Ja, wel ook ja. In deze kwestie. Ja. Ja. Elma, vind jij dat ook? Ja, nou ja, ja ik vind dat ook. En nou ja, wat jij zegt, hè, ook over Mercator, er zijn echt wel voor- en tegengeluiden. Want het was geen petitie, maar we hebben ook wel brieven gezien als fractie van mensen die schreven omdat ze wel daartegen zijn. Natuurlijk, maar dus die er zijn natuurlijk altijd voor- en tegenstanders. Dus als je mensen tevreden houdt, ja, je probeert dingen te doen waarvan je denkt dat het goed is, maar dan heb je nooit, je krijgt nooit iedereen tevreden. Dat zou een dat is een illusie, een utopie. Dat gaat niet lukken. Nee, dat klopt. Maar goed, ik denk wel dat inderdaad alle voor- en tegens echt heel lang afgewogen zijn. Als ik kijk naar, ik heb alles terug proberen te lezen, er is zoveel, dat is bijna niet te doen. Hè? En ik zit er pas sinds de laatste verkiezingen. Nou ja, dat is ook een heel dik dossier natuurlijk. Ja. Maar ook van mensen, want dat is het mooie van teruglezen af en toe. Als je dan nieuw bent, dan duik je erin. En dan zie je brieven van plaatselijke belangen, van bewonersverenigingen, van mensen die in de omgeving wonen. Maar in het geval van de Aldi dan. Maar dan zie je dus mensen die schrijven. Dan is het wel plaatselijk belang juist, die ook gepleit heeft voor. Maar dat er ook al geluiden zijn dat ze tegen waren. Dat, ja, de dat ondernemersvereniging. Dat, nee, maar dan heb je dus een hele lange periode dat dus mensen ook van mening veranderen. En dat zie je dan ook gebeuren in de discussie. Ja. Dat als je mensen spreekt, dat ze een periode later dan van mening zijn veranderd. Maar dat mag ook. Uiteraard mag dat. Maar dan is het wel heel moeilijk om met mensen mee te gaan. Maar zeg je nou dat plaatselijk belang Dedemsvaart van mening veranderd nee, is? Nee, dat zeg ik zeker niet. Nee, hoor, nee. Want dat weet ik ook helemaal niet. Want toen zat ik nog niet in de raad. En nee, maar goed, zo, van mening veranderen moet toch ook kunnen. In de politiek heet dat voortschrijdend inzicht. Absoluut. Dus doen jullie dat veel trouwens? Voortschrijdend inzicht? Ja, ik heb er dagelijks last van. Ja, echt last van? Ja, ik leer elke dag weer nieuwe dingen. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, als je kinderen hebt, dan is het leven zo dynamisch, dan verandert het elke dag. Nou ja, kunnen we ook even op voortborduren over kinderen. Schiet me zomaar ineens te binnen. Er is nu een discussie gaande over kunnen wij op de kinderopvang mensen weren die weigeren om hun kinderen te laten vaccineren in verband met de mazelen en dat soort dingen. Wat vindt u daarvan? Ik weet niet of het ook hier in Hardenberg speelt. Nee, we zouden tutoieren. Maar wat vind jij daarvan? Vind ik wel een hele moeilijke vraag. Of je mensen moet weigeren. Ik weet wel eigenlijk. Moet kunnen weigeren, hè? Nou ja, ik vind dat is een vrijheid wat mensen zelf moeten hebben. Ik weet zelf, hè, als mijn kind ziek is, dan stuur je het niet naar de kinderopvang. Omdat het andere kinderen kan. Nee, maar het gaat erom dat er mensen zijn, ik weet niet hoe dat bij jullie is en ook niet. Ik weet niet of jij kinderen hebt of maar die hun kinderen niet laten vaccineren, om welke reden dan ook. Ja. En daarmee andere kinderen in gevaar brengen. Ja, ik denk niet dat je andere kinderen in gevaar moet brengen. Dus en nu is die discussie gaande van kunnen wij dan kinderen die niet ingeënt zijn, kunnen we die weigeren op de kinderopvang? En die discussie die loopt nu in den landen, maar goed, alles wat in den landen loopt komt uiteindelijk denk ik ook een keer onze kant op. Dus vooruitlopend op die discussie wil ik wel graag weten wat de ChristenUnie daarvan vindt. Ik heb werkelijk maar geen idee, gek. GroenLinks, hoe staat GroenLinks erin? Ja, nou wat mij betreft is dit het beschermen van de gezondheid van die andere kinderen. Dus ik ben voor die vrijheid van die kinderopvang die dan zegt van wij willen die kinderen. Bij ons niet. Nou precies, ja. Ik kan dat begrijpen als ze dat standpunt hebben. Ja. Zeker. Ja. En Elma? Ja, ik weet niet wat mijn partij ervan vindt. Ik kan alleen op persoonlijke titel antwoorden. En dat wil ik wel doen, want ik laat mijn kinderen wel, mijn man en ik laat onze kinderen wel inenten. Ja. Ik ken ook mensen die principieel tegen zijn. Ja. Maar onze jongste heeft hersenvliesontsteking gehad. Ik weet waar ik over heb. En dat was een gezond kindje. Ja. En dat zegt dus niet. En dat was voor de inenting. Oké. Dus dat zegt niks. Nee. Dus niet ingeënt betekent ook niet per se niet krijgen. En wel ingeënt betekent misschien ook wel dat je het wel kunt krijgen. Ik weet het niet. Ik ben geen arts, dus daar kan ik niks over zeggen. Dat maakt wel dat ik daarover meer standpunt heb gekregen. En dat ik denk, als artsen zeggen, want dan moet ik artsen vertrouwen. Als artsen zeggen dat inenten dan goed is voor mijn kind, ja, dan doen we dat. Want nou ja, ik heb erbij gestaan dat ik dacht, hè, ja, dit is eindig. Ja.
En dat gun je niemand. Nee. Hoe is het nu? Heel goed. Ik kan het vertellen omdat ik een hele gezonde jongen heb van 8 jaar. Die het helemaal. Maar goed, aan het eind van die hele zware week van die hersenvliesontsteking kregen we wel te horen dat waarschijnlijk meervoudig handicap, doof, nooit lopen, nooit praten. Hè. En dat, gelukkig kan hij dat allemaal wel. Ja. En gaat hij zelfs naar een reguliere basisschool. Maar als ik dan op die reguliere basisschool mensen zou zeggen, nou, ik eind niet in hoor, want er is iets eigen, dan denk ik, nou, dat. Ja. Nu, met wat ik heb meegemaakt, denk ik, nou, dan wil ik het dan nog wel graag hebben. Maar, dan, maar nogmaals, dat is een persoonlijke titel. Dat ik weet niet wat onze fractie op ons krijgt. Nee, maar die discussie, die loopt, die is er nu ook nog niet binnen de gemeenteraad. Maar komt er wellicht wel aan. Ik denk niet dat dat een gemeentelijke, dat dit een gemeentelijk vraagstuk is. Om heel laten we hopen dat het landelijk. Ik denk een landelijk vraagstuk. Ja. Maar goed, als het landelijk, als dat besloten wordt, dan mogen de instellingen dat hier dan misschien ook, toch? Ja, maar kijk, wij gaan niet zozeer over het beleid van de kinderopvang. Dus zou ik zeggen, nee, maar daar kan je misschien wel iets van vinden. Of werkt dat zo niet? Nee, werkt eigenlijk niet zo. Nee? Nee. En ik denk dat als ik er wat van wil vinden, dan denk ik dat er echt goed onderzoek. Want nu zijn er, het RIVM zegt dat in het gezond is, maar er zijn ook heel veel tegenstanders. En die hebben dat ook niet zomaar bedacht. Hè? Nee. Dat er zijn ook mensen, en misschien ook wel artsen, die zeggen dat het ook zo heel goed zonder kan. Ik denk dat dan nog misschien wel beter onderzocht moet worden. En pas dan kun je beleid een heel maken. Moeilijk verhaal. Je hebt wel geluk met je ooit. Ja, ik heb heel veel geluk. Geef niks, hij doet het nog volgens mij. Maar maar goed, het is misschien niet een, maar het is wel een actueel onderwerp op dit moment. Maar heb je niet meegekregen, begrijp ik? Nee, en ik dacht dat ik toch redelijk op de hoogte was, maar is met deze discussie. Nee, heb je niet? Nee. Oh, vanochtend nog in het nieuws. Ah. Ik heb het nog gehoord. Oké. Okay. Maar goed, gaan wij de komende maanden in Hardenberg mee aan de gang. Ik heb vorige week vernomen, onder andere met een lokaal ouderenbeleid, daar wil het college mee aan de slag. Vergrijzing neemt toe in Hardenberg. Ik heb me daarbij afgevraagd, gaan we nu weer het wiel uitvinden? Weten we niet hoe de ouderen oud willen worden? Is dat niet allemaal al in beeld? Is dat allemaal nodig? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, ik denk dat het goed is om dat te blijven onderzoeken, omdat de maatschappij verandert en het aantal oudere mensen neemt toe. En ik denk dat het goed is om te kijken van, is er genoeg leefruimte, woonruimte? Zijn de plekken waar ze willen wonen? Kunnen ze blijven wonen waar ze nu wonen? Moet daar iets over aangepast worden? Een voortgang. Ja. En dan moet er ook af en toe wat aangepast worden. Ik denk dat het goed is dat het college dat onderzoekt. Het gaat ook niet zozeer om het onderzoeken. Het gaat om de dialoog en het gesprek. En tot een gezamenlijk akkoord te komen. Hè. En tijdens de verkiezingen heeft de ouderenbond, ik kan even niet zo op hun aankomen, die hebben heel duidelijk aangegeven dat zij dat ook graag willen. De AMBO, ja. De AMBO, ja. Die willen ook maar graag. De AMBO bestaat niet meer. Ja, maar goed. Die is wel. Oké. Nou ja, ik ben ergens bij een debat geweest en daar heb ik toen ook een manifest mogen presenteren namens de ChristenUnie. Maar het leeft gewoon dat de ouderen ook graag een stem hebben en willen praten over hoe ziet mijn toekomst eruit en wat voor voorzieningen krijg ik daarvoor. Ja, maar in principe is er natuurlijk van alles al geregeld. Hè? Voor de ouderen, er wordt al gebouwd voor ouderen. De levensloopbestendige woningen, daar wordt allemaal al rekening mee gehouden. Moet je daar, wat moet ik mij dan bij zo'n lokaal ouderenbeleid, wat moet ik mij daar dan nog bij voorstellen? Vraag ik mij af. Nou ja, als ik even naar de ChristenUnie kijk, dan hebben wij hele concrete dingen, zoals een gratis VOG voor vrijwilligerswerk, dat soort zaken. Wat bedoel je met VOG? Dat is zo'n verklaring omtrent gedrag, voor vrijwilligerswerk, dat ouderen dat kunnen doen, of voor mensen die in de ouderenzorg werken, om zo het ouderenwerk beter te maken. Maar ook programma's tegen eenzaamheid, dat is toch een hele grote thematiek. En zo zijn er een hele hoop thema's waarvan je het liefst dat samen met de ouderen vorm gaat geven, maar wat je ook doet om. Maar dat gebeurt nu al, toch? Gebeurt dat in jullie beleving dan onvoldoende?
Nou ja, we hadden het net over voortschrijdend inzicht. Ja. Dingen kunnen altijd beter en daar zul je altijd mee bezig moeten zijn. Om dingen nog weer beter te maken. De tijd verandert. Ik noem maar wat, digitalisering. Je ziet ook dat mensen minder kinderen krijgen. Dus er komen allemaal nieuwe problemen voor wellicht oude vraagstukken. En die zul je op een andere manier moeten gaan oplossen met elkaar. En daar wordt nu op ingezet? Ja, daarvoor wil graag het college, zou ik zeggen, met de ouderen in gesprekken met belangengroepen. Om te kijken, wat kunnen we samen verbeteren? Ja. En dat lijkt... Wat Zaken zegt, dat is ook wat wij als CDA vinden. Dat inderdaad, nou ja, vooral ook eenzaamheid, hè, dat is een punt. De maatschappij is nou ja, de afgelopen jaren zijn een aantal zaken veranderd. Mensen werken langer door, maar mensen werken ook fulltime bij de partners. En als ze dan nog ouder zijn, dat is allemaal minder vanzelfsprekend dat ervoor gezorgd wordt, dat er bezoek komt, noem maar op. En dat zijn wel zaken, daar moet naar gekeken worden hoe dat... En buurtkamers is daar een mooi voorbeeld van. Hè? Nee, maar dat bestaat al jaren. En daar wordt al van alles en nog wat georganiseerd voor de ouderen. Ja, maar de vraag is of dat voldoende is, of dat aansluit bij de vraag of de wensen die ouderen hebben. Ja. En ik denk dat het goed is om dat te blijven onderzoeken. Ik denk inderdaad, zeker omdat er al zoveel gebeurt, dat je het nog een keer allemaal moet bekijken van, is hetgeen wat we doen, past dat nog bij deze dan zou het tijd, aanpassing het, van bestaand beleid kunnen zijn. Inderdaad, het lijkt me inderdaad heel goed als we wat concrete dingen gaan inzetten tegen thema's als eenzaamheid inderdaad. En ook soms een kosteloze VOG. Ik was er niet van op de hoogte nog. Maar dat vind ik een erg goed idee. Zeker. Ja, ja maar je zegt dat over dat kosteloze VOG. Verklaring omtrent gedrag. En wat houdt dat dan in? Ja, dat je bepaald werk, hè. We hadden het net even over kinderen. Hè. Als je in een kinderinstelling wil werken, heb je ook een verklaring omtrent gedrag nodig. Hè. Ja. Dus nou ja, dat je in die zin geen risico bent voor die doelgroep. En dat, ja, ik noem het maar, als je in de zorg werkt moet je dat aanvragen. Hè? Ook als je vrijwilligerswerk doet moet je dat aanvragen. En dat zijn ja, maar wat bedoel je dan met kosteloze VOG? Een VOG kost geld. Ja. Als je een verklaring omtrent gedrag aan moet vragen, als je dat voor een werkgever moet, hè, voor heel veel werkgevers moet dat, dan betaalt die verklaring. Maar is dat zo kostbaar? Ja, volgens mij is dat rond de €45. Het is en dus als je vrijwilligerswerk doet en je hebt een hele vrijwilligerspool die, nou, laat ik zo zeggen, hè, bij mensen op bezoek gaan, ja, dan is het een aardige kostenpost voor een vrijwilliger. Nou ja, weet je wat ook een aardige kostenpost is? Als je in het centrum van Hardenberg woont en kinderen willen bij je op bezoek komen, dan moeten ze een euro per uur parkeergeld betalen. Dat is ook een behoorlijke kostenpost. Dat kan ook heel erg vervelend zijn voor mensen om de eenzaamheid te bestrijden. Zou je dat kunnen afschaffen? Dan, ik vind wel dat je een mooi bruggetje maakt naar een heel ander vraagstuk. Ja, nee, maar... Je hebt ook schrapkaarten, hè? Ken je die? Nee, Inwoners van het centrum, ja, die kunnen schrapkaarten kopen. Dat is tegen een gereduceerd tarief. Dat kunnen ze voor mensen die op bezoek komen. Ja. Die kunnen ze een kaart geven en die kunnen ze achter hun voorruit leggen. Dus die kunnen daarmee... En dat heet dat schrapkaart? Ik heb zelf in het centrum gewoond. Ik heb ooit ook eens zo'n setje opgehaald. Ik ken het echt niet. Het is voor mij nieuw, maar het lijkt me heel interessant voor onze kijkers. Dus, ik zou zeggen, ga naar het gemeentehuis als je je parkeervergunning ophaalt. Schrapkaarten. En dan heb je kaart en dan kan je met zo'n... Dus er zit zo'n zilvertje op en dan kan je zeggen van, nou, je mag hier 2 uur staan, 3 uur, 4 uur. Een soort kraskaart? Ja, in feite wel, ja. Nee, serieus? Ja, alleen je weet wel wat er onder tevoorschijn komt, om het zo maar te zeggen. Wat dan? Nou ja, hoe lang je daar mag staan. Dat staat er namelijk ook naast, dus het is niet zo dat je wat wint. En die zijn dan ook kosteloos? Nee, die zijn niet kosteloos, maar dat is bij mijn weten gereduceerd tarief. Klopt. Oh, echt waar? Oh, ja. 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 Heb ik nog nooit van gehoord, wist ik echt niet. Dus ik vind een goede tip. Ja. Dus wat dat betreft is, wat mij betreft, deze uitzending al geslaagd. Ik ga meteen morgen een schrapkaart ophalen. Ah, kijk. Ga je dat elk moment ophalen? Bij het gemeentehuis niet, dan moet je een afspraak maken. Oh ja, en dan ook nog online, want je kan niet meer bellen, hè? Kan je niet met telefoon een afspraak maken? Nee, want dan zeggen ze, dat moet je online doen. Oké. Dus dat is niet echt heel klantvriendelijk, denk ik.
En met name Laat ik zo zeggen, ik kom nog zo heel af en toe wel eens op het gemeentehuis en ik zie dat ik wil geen verkeerde reclame maken hoor, maar ik zie nog wel eens mensen aankomen lopen die toch nog geholpen worden. Dus. Ja. Maar in principe hebben we gezegd, dat heeft ook weer te maken met een stukje kostenbesparing. Wij willen zo efficiënt mogelijk een overheid zijn. En als je afspraken allemaal inplant, dan heb je minder mensen nodig en kost het dus minder belastinggeld. En dat vinden wij op zich goed, want dan kunnen we dat uitgeven aan het zorgen voor mensen. En de mensen die echt geen toegang hebben tot een internetverbinding, die worden ook nog wel geholpen door telefonische afspraken te maken. Ja, toch wel. Ze, ja. Nee, ze zeggen tegen niemand van, daar kun je niet meer komen. Een beetje cynisch, maar het schijnt echt zo te zijn. Ik heb daar wel eens klachten over gehoord. Dat je dus inderdaad niet meer gewoon kan bellen voor een afspraak. En dat kan best heel vervelend zijn. Ja. Dus, kan ik me iets bij voorstellen, Emma? In de praktijk ook echt zo is, dat kan ik niet beamen. Nee, maar ik weet zelfs dat als je slechte been bent, dan komen ze nog bij je thuis om je paspoort of dat soort dingen te brengen. Ja, dat is de andere kant. Dat heb ik wel eens gehoord inderdaad, dat klopt. Even terug naar jullie werk in de gemeenteraad. Elma, wat verwacht je ervan? Wat wil je bereiken in de gemeente? Wat hoop je? Nou, ik woon in Sipkelo, dat is Hardenberg-Zuid. En er is heel erg weinig geluid vaak uit Hardenberg-Zuid. Hè? Als ik kijk naar de voltallige gemeenteraad, heb ik niet heel veel mensen die met mij uit mijn omgeving komen. En ik hoop dat er meer geluid uit Hardenberg-Zuid komt. En dat is eigenlijk de gedachte waarmee ik dacht, dat vind ik een goeie om in de gemeenteraad maar te gaan. Maar hoe bedoel je, want je zou kunnen zeggen als er weinig geluid uitkomt, dan is men heel erg tevreden. Ja, dat kan ook, maar ook tevredenheid mag dan wel klinken. Mag dus ook dan kan ik dat vertellen. Ja. Maar goed, als contactpersoon voor plaatselijk belangen, Sipkelo, Kloosterhaan, Marienberg, Bergentheim. Er zijn weinig mensen op dit moment in de huidige raad die daar, behalve onze nieuwe wethouder natuurlijk, Alwin Terietstad, die komt uit Bergentheim. Maar er zijn weinig mensen uit die kant van Hardenberg, dus dat speelde mee. Plus, ik ben maatschappelijk bewogen en dat is de gedachte voor mezelf dat ik denk van... Wij hadden het er al even over voor de opnames, zeg maar. Want jij begeleidt dan ook wel begrafenissen en zo, vertel je? Ja, ik ben trouwambtenaar ook. En zo ben ik gevraagd om ook in andere hoedanigheden te spreken. Aha. Ja, en dan inderdaad ben ik ook, dat heet dan heel netjes ritueel begeleider, want ik ben geen predikant en dat wil ik ook niet, dat wil ik ook niet op lijken. Nee? Ik ben, af en toe leid ik een rouwdienst bij mensen die wel graag een soort van dienst hebben, maar niet zijn aangesloten bij een kerk of bij een andere religieuze instelling. Oké. Ja. Dus want je zei in het begin al van, ik ben maatschappelijk, zei Romano ook, maatschappelijk actief willen zijn. Maatschappelijk, daar schaar je dan de politiek ook onder? Ja, zeker wel. Ja. Ik ben maatschappelijk werker van beroep. Ik heb HBO-opleiding, maatschappelijk werk en dienstverlening. Ik werk als reclasseringswerker, dus ik werk veel met mensen. En de politiek schaar ik daar ook onder inderdaad. Ja. En Romano ook. Je hebt een economische opleiding, hè? Als Klopt. Ik het goed heb. Ja, ik heb ik ben bedrijfseconoom. Dat is op zich niet zo'n studie waarmee je vaak in de politiek terechtkomt of iets maatschappelijks gaat doen. Ik heb dat wel altijd heel belangrijk gevonden. Ik heb ook wel dingen gedaan voor een HBO-instelling waarin ik MBO-studenten hielp met de startweken, zeg maar, op het HBO. Om die transitie te begeleiden. Dat soort projecten altijd heel leuk. Heel graag bezig met jongeren ook hier in de gemeente. Dat is ook wel iets wat ik mee wil nemen in de politiek. Hè. Ik ben 22, daardoor toch wat benaderbaarder soms. Daar even op inhakend, want dat had ik al begrepen. Jullie hebben voor het reces, dacht ik, ook een bijeenkomst gehad met Wiebie van Veen van de ChristenUnie. Want jullie hebben eigenlijk een soort initiatief ontwikkeld voor een jongerenraad. Ja. Begrijp ik. Hoe staat het daarmee? Want de eerste bijeenkomst is geweest. Ja. De jongerenraad speelt al wel heel lang. Er zijn al heel veel gesprekken over geweest, ook in de vorige raadsperiode.
En wij vinden het nu wel belangrijk dat er nu wat stappen ingezet moeten worden. Het is daarom eigenlijk jammer dat die vakantie er tussendoor kwam, de recessie er tussendoor kwam. Want een recessie is geen vakantie kennelijk. Dus sommige mensen zijn er trouwens ook heel streng in. Maar goed, en we gaan nu straks weer met vers frisse moed verder. En, maar hoe ga je dan verder? Want ja. Ik begreep van Wiepi dat ja. Er nu toch echt wel ook, nou wat jij ook zegt, stappen gemaakt ja. worden. Die eerste bijeenkomst, jullie ja. willen het raadsbreed trekken? Ja, dat is absoluut heel belangrijk om dat te doen. Maar we willen het niet maken van een dingetje. Van de raad, zeg maar. Daar wil ik wel voor waken. Het moet wel breder gedragen zijn, dus we willen ook scholen erbij betrekken, jongerenwerkers erbij betrekken, de jeugd zelf natuurlijk, die ook heeft aangegeven iets actiefs te willen doen. En ik ben heel benieuwd naar wat eruit gaat komen. Maar hoe geeft die jeugd dat dan aan? Nou, ze zijn bij ons in de raadzaal geweest om hun verhaal te vertellen. Wanneer? En dat was voor het reces, even ja. kijken. Ja, ik denk 3 vergaderingen voor het reces. Ja, maar ik denk dat het belangrijk is dat er ook draagvlak onder de jongeren is. En ik denk dat is de eerste stap die ze moeten nemen. Hè. Het is super dat die groep dat initiatief heeft genomen. Ja. Ik bedoel het niet vervelend, maar we gaan niet een projectje voor dat groepje doen. De jongeren in onze hele gemeente moeten daar, zou ik zeggen, zich mee kunnen identificeren. Dat betekent niet dat iedereen mee moet doen. Maar er moet wel een breed draagvlak voor zijn. En dat is denk ik de eerste stap die we moeten gaan kijken. En wij als politiek, hè, als daar breed draagvlak voor is, moeten ze serieus nemen. Ja. En dat is zou ik maar zeggen, even in hoofdlijnen denk ik wel de stappen die belangrijk zijn. Maar wanneer is het dan werkelijk een plan dat er een jongerenraad komt naast de gewone gemeenteraad? Dat we een jongerenraad willen, daar is denk ik iedereen het wel over eens. Maar zei heel terecht, we zitten nu echt in het proces van zijn er genoeg jongeren die dat willen. Ik ben er zelf positief over, maar dat gaan we zien. Maar is daar al een soort van tijdpad voor uitgezet? Hebben we over 4 jaar... Nou, zo lang gaan we er niet over doen. Ik denk, als dit tot een jaar niet tot wasdom komt, ja, dan denk ik dat we met elkaar moeten concluderen. Ja. Kijk, ik weet toen ik jong was, redelijk jong, toen ik in Heidelberg woonde. Je bent nog jong toch? Ja, ik ben nog steeds heel jong. Ja, toen was er ook al een jongerenraad. Hè? Dus het is ook weer niet een idee van wat helemaal nieuw is. Nee. Maar je ziet soms dat er een aantal mensen... Maar waar is de jongerenraad van toen gebleven? Ja, wegens inactiviteit opgeheven. Hè? Dus het zou mooi zijn als deze jongeren weer een grote club jongeren kunnen enthousiasmeren voor het politieke werk. En ons willen terzijde staan met advies bij onze vraagstukken. Ja. Elma, ook eens. Ja, ik ben zeker wel voor een jongerenraad. Maar wat je vraagt van hoeveel tijd hebben ze. Ik denk dat als wij met elkaar gaan inkleuren van het moet op die manier en je hebt zoveel tijd. Dan komt het initiatief niet meer bij de jongeren vandaan. En dat is wel wat Saak ook zegt, dat is wel wat we willen. Ja, maar hoe gaan jullie nu verder dan? Want jullie hebben wel al een bijeenkomst gehad voor het reces, toch? Ja, we heb hebben, ik van Wiepi althans begrepen. Ja, klopt. We hebben even met elkaar gezeten om inderdaad ideeën, een beetje ideeën uit te wisselen. En we gaan er nu straks weer echt concrete stappen in zetten. Maar er is nog geen datum gepland? Nee, ik heb geen datum. Want het is toch allemaal een beetje wel van een lange adem. Hè? Ja. Politiek moet je toch een beetje lange adem hebben, geduld. Dat is niet mijn sterkste kant, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar, ik vind dat je heel geduldig met ons bent. Geweldig. Ja. Waarom moet het allemaal zo lang duren? Hebben jullie daar een filosofie over? Waarom kan er niet wat meer, wat sneller, wat meer pit, wat meer vuur? Ja, dat ligt. Kijk, ik snap wat je zegt, maar er zijn vraagstukken, ik noem het maar een MFA. Dat kan heel snel gaan. Sommige ontwikkelingen gaan snel. Maar wij hebben heel veel belangen af te wegen. Ja. En daar hebben wij ook tijd voor nodig. Er moet goed over nagedacht worden. Is het dan zo, hoe langer je erover nadenkt, hoe serieuzer het genomen wordt? Is dat een beetje de visie? Denken niet alleen. Hè? Op het moment dat als lijkt dat wij denken, dan praten we ook met mensen die meningen hebben.
Het is niet zo dat we als politieke partij of als, nou, of als fractie... En misschien of als moeten jullie dat wel meer voor de bühne brengen, van wat je nou eigenlijk achter de schermen doet. Ja. Ja, want dat brengt mij een beetje op schiet me nu ook te binnen, bij de vorige coalitieakkoorden, toch de laatste paar keer was het transparantie, openheid, dat waren de kernwoorden. Die vind ik nu in het coalitieakkoord niet terug. Ik heb het er nog eens nagelezen. Er staat niet één keer transparant in, er staat niet één keer openheid in. Het hele akkoord moest achter gesloten deuren. We hebben volgens mij nu al meer besloten vergaderingen gehad dan in de afgelopen 4 jaar in totaal. Waar is de openheid, waar is de transparantie? Nou, dat vind ik toch wel suggestieve vragen die je nou stelt, Geke. Nou, probeer eens een antwoord te geven. Nou, er is niet zozeer een... Kijk, je moet het zo zien, er is een nieuwe lichting politici ontstaan. Hè? Je zit hier ook aan tafel. Ja, fantastisch. En dat geldt ook voor bestuurders. Kijk, het was prachtig dat hun dat in de openbaarheid met elkaar konden doen. Maar jij en ik weten wel dat hun ook dagelijks met elkaar op het gemeentehuis zaten. Dus dat is een hele andere setting. Ze wisten ook dat ze met elkaar doorgingen. En wij hebben nu de verkiezingsuitslag, waar het CDA enorm groot was. Ja. Wij toch een flinke tik hebben gekregen. Ja. Op koers ook flink. Er is een hele nieuwe dynamiek ontstaan. Ja. Er zijn hele moeilijke vraagstukken. Dat wil je met elkaar uitkouwen en het is geen koehandel, maar je wil daar goed met elkaar in vertrouwen over kunnen praten. Maar dus je moet werken aan een nieuwe vertrouwensband. En ik snap wat je zegt, maar als je in den lande kijkt, het was een unicum dat er in Hardenberg openbare onderhandelingen zijn maar geweest. Maar dat ben ik met je eens. Oud-burgemeester Mulman heeft dat nog geïntroduceerd, als ik me goed herinner. Ja. Juist omdat het een unicum was, zou je denken, dat houden we erin. Ja, maar dat kon niet. De verkiezingsuitslag was dermate, ik noem het maar de zondag, maar ook betaald parkeren. Er zijn heel veel zware thema's aan deze, wat voor mij de belangrijkste is. Is het armoedebeleid. Er zijn heel veel thema's waar we heel stevig met elkaar over hebben moeten onderhandelen. Ja. En waar we tot een mooi akkoord zijn gekomen. Maar dat had dan niet in de openbaarheid gekund? Wij kunnen daar nu in de openbaarheid verantwoording over afleggen. Maar het is net als in Den Haag. Hè, je bent aan het onderhandelen en dat gaat soms hart tegen hart. En dat is beter dat je dat... We kunnen nog wel even een klein beetje de onderhandelingen over doen. Vind ik wel leuk. Het is allemaal natuurlijk allemaal geweest. Ja. Maar het is toch wel heel erg merkwaardig dat er uiteindelijk dan een wethouder van de Partij van de Arbeid ook uit is gekomen. Een partij die flink verloren heeft, die nauwelijks groter is dan een eenmanspartij als GroenLinks. En dat die dan nu wel een wethouder is. Ze hebben 3 zetels, hè? Ja, nou goed. Maar de VVD is toch groter. En die mocht niet eens meedoen. Dat is toch wel een beetje merkwaardig. Nou, dat is niet waar. De VVD is ook uitgenodigd voor het gesprek. Alleen die heeft op een aantal thematieken een hele andere visie dan de coalitie die er nu zit. Ja, maar goed, een andere visie. Maar dat is wel... Kom ik weer terug op waar we eigenlijk min of meer een beetje mee begonnen. Is het dan niet een kwestie van de kiezer heeft gesproken? Ja, als je naar de huidige coalitie kijkt... qua aantallen, er is volgens mij bij mijn weten nog nooit zo'n brede coalitie in Hardenberg geweest. Nee, Vier partijen, zoveel, dat klopt. Maar de kiezer had wel gesproken ook voor de VVD, want die had flink gewonnen. Dat valt wel mee. Ze begonnen met 6 raadsleden volgens mij. Ja, technisch hebben ze ook nog vlot. Maar goed, hè, dat... Ze hebben een beetje geluk gehad, laten we het maar zo zeggen. Op zich kan ik wel een eindje met je meegaan, maar de kiezer heeft gesproken. En dat is voor mij natuurlijk makkelijk praten, want ik zit bij de partij. Hè, wij hebben gewonnen. Jullie hebben nooit iets te duchten, hè? Nee, maar goed. Maar wij hebben ook die coalitiehandelingen, hebben wij wel voorgezeten. In die zin, wij hebben daar initiatief in genomen. Ja. En initiatief hebben we ook genomen, want ik was er zelf persoonlijk niet bij, maar ik weet wel dat het initiatief door mijn fractieleden ook genomen is richting VVD.
VVD. En er zijn wel degelijk gesprekken geweest. Alleen in die eerste gesprekken ben je aan het aftasten. En dan kijk je eigenlijk, is het een beetje om je heen kijken, van nou ja, we moeten een meerderheid gaan vormen. Ja. Je hebt ideeën met wie dit allemaal kan. Ja. Maar je wilt vooral ook voelen dat je dat wat wij als partij belangrijk vinden, dat we dat bij andere partijen vinden. Ja. En dat is zoals het gegaan is. En dat is niet omdat er ene partij buitenspel moet staan of de ander juist meer moet doen. Het is gewoon zo, wij zijn de grootste partij geweest, we hebben initiatief genomen. En wij... Nou ja, ik bedoel, dat is toch ook eigenlijk te doen gebruikelijk, dat de grootste partij zeg maar het voortouw neemt. Inderdaad, om die coalitie. Maar wij hebben dus niet de VVD niet uitgenodigd. Die hebben we wel degelijk uitgenodigd, zijn ook wel mee gesproken. En dat is ook wat zaken zegt en dat wil ik beamen. Maar omdat hij te ver is het dan zo, en corrigeer me als het niet klopt. Ik ben uiteindelijk politiek niet deskundig, maar omdat zij niet te dicht bij het standpunt liggen van het CDA, daarom kon er geen akkoord gevormd worden? Op de inhoud precies, ik deed niet die onderhandelingen, ik heb het vanaf de zijlijn mee gekregen, maar dat is wel hoe je de coalitie vormt, hè? Doorgaans, je kijkt naar wat je zelf belangrijk vindt als grootste partij en je kijkt samen. Ja. Hoe je dan, je kan toch met mij eens zijn dat je als argeloze kiezer, burger, en je kijkt daarnaar en stel dat je dan VVD hebt gestemd. Ja. Maar goed, VVD heeft volgens mij niet heel veel zetels meer dan de PvdA, als we, want daar begon je over. Nou, dat denk ik wel. Eén zetel meer. Eentje meer. Ja. Dus om dat antwoord terug te geven. Dus is de PvdA net zo goed een gesprekspartner als VVD en ChristenUnie? Nou, ben ik niet helemaal mee eens. Laat ik zo zeggen, hè, je hebt als partij, dat heeft het CDA, dat heeft de ChristenUnie, een visie op de gemeente. Hè. Hoe wil je de gemeente besturen? Wat vind je belangrijke thema's? Wat zijn de uitdagingen die je ziet? En welke kant wil je op? Ja. Nou, en daarvan ik zat bij die gesprekken. Ik merkte dat de VVD daar een andere richting in koos. Ja. En wij hadden het geluk dat wij uitgenodigd waren door het CDA om daarbij aan te sluiten. Dat het CDA en de ChristenUnie een iets andere richting op wouden. Ja. En dat heeft met name uitdagingen op duurzaamheid te maken, uitdagingen op sociaal beleid. En uiteindelijk denk ik dat we een mooie coalitie hebben en ook een mooi plan. Want het plan is ook ondertekend door andere partijen. Ja. Hè? Want Romano, GroenLinks heeft het plan ook ondertekend. Ja. Hè? Dus volgens mij zijn we daar heel goed. En natuurlijk mag je vragen stellen, maar ik denk dat we daar met elkaar heel erg goed uit zijn gekomen. Ik kijk er dan gewoon naar als burger, zeg maar. Je brengt je stem uit, je stemt op een partij en als uiteindelijk gaat het landelijk net zo en 4-8 jaar terug was het nog veel gekker. Ging een VVD en Partij van Arbeid samen regeren, wat heel Nederland niet wilde, maar uiteindelijk is dat toch een beetje, dat is toch merkwaardig dat het zo gaat. Of ben ik nou de enige die dat vindt? Nou, ik vind je wel een beetje naïef. Nederland is een coalitieland, dus je zult Je moet compromissen sluiten. Ja, je moet compromissen sluiten. Hè? En het feit dat je een coalitie sluit, dat betekent dat je een meerderheid wil hebben voor de plannen. En dat betekent automatisch dat er een aantal mensen zich daar niet binnen passen. Maar dus je kan je dan ook wel voorstellen dat je, en die geluiden heb ik echt nu meer gehoord dan voorgaande keren, dat mensen dan toch zeggen, nou ik weet je wat, ik ga gewoon niet meer stemmen, want... Dat vind ik heel jammer. Maar dat hoor je wel veel. Maar als je nu kijkt naar de thematieken, er zijn zulke wezenlijke dingen. Hè? Ik wil het niet het over de koopzondag hebben, maar over het armoedebeleid, wat we daar gaan doen. Hè? Over duurzaamheid. Er zijn zoveel lokale uitdagingen die er echt toe doen. Dus als mensen nu zeggen, wij gaan niet stemmen, denk ik, wij staan juist nu in een tijd dat er heel veel dingen veranderen. Ja, ook kleine dingen zoals preventiebeleid, voor wat nu ook speelt met dat sexting. Nou, daar willen wij ook dingen voor gaan doen. Ja, je stem heeft gewoon wat invloed. Wat dan bijvoorbeeld? Is dat een thema wat dan wel in Hardenberg speelt, sexting? Nou, dat is een thema waarvan de politie al aangeeft dat steeds erger wordt. Ik weet niet, 3 aangiftes nu per dag. Ja. Nou, Hardenberg is in die zin ook een grote stad. Ja. En wij hebben er ook een verantwoordelijkheid in. We zijn laatst ook bij de politie geweest, drugsoverlast. Er zijn best wel wat thematieken die spelen. Ja. Nou, en politiek heeft daar beperkt invloed op, maar heeft er wel invloed op. Dus laat ik zo zeggen. In welke zin heeft de politiek daar... Preventieprogramma's, voorlichting. Het begint al bij de jeugd vaak, zulke thematieken. Mm-hmm. Hè?
En daar doen we allemaal programma's voor. Ik weet dat er bijvoorbeeld, als je het hebt over drugsgebruik, dat er dan ex-drugsgebruikers voor de klas komen, hun verhaal vertellen. Nou, zo zijn er heel veel dingen. Ja. Maar ook, en als politieke partijen, wij hebben ook echt wel gesprekken met die instellingen. De Samen Doen teams, die spreken wij. Tactus, daklozen. Daar proberen wij echt naartoe te gaan en ook meer te praten. En natuurlijk lukt dat niet vanaf de laatste verkiezing tot nu dat we iedereen gesproken hebben. Nee. Maar wij proberen die mensen wel te spreken en kijken van wat is er aan de hand in de gemeente en wat is er nodig. En wij proberen daar vragen over te stellen aan het college. Onlangs heeft een partijgenoot van mij, Anita, die heeft de vraag gesteld over hesjes. Ja. En dat klinkt heel simpel, maar wij spreken dan boa's die de straat op moeten. Ja, ik heb het en die als eerste. Zij was me inderdaad net voor. Oh, nou ja. Ik was inderdaad de week ervoor was ik ook met ze mee geweest. Maar dat speelt, het speelt ook echt. Ja, die mensen zeggen wij worden gebeld, wij moeten op een bepaalde locatie komen. Die komen ook bij burenruzies. Die komen overal. Ja. En die hebben geen wapens en dat hoeft ook niet. Ik pleit hier daar niet voor. Maar die hebben ook geen hesjes. Dus voor hun eigen veiligheid. Ja. Daar hebben wij een vraag over gesteld, maar dat zijn maar kleine dingen, maar dat speelt en daar kun je dan toch een verandering in maken. Ja. En ik denk dat het wel goed is, want de veiligheid in Hardenberg, dat is natuurlijk heel belangrijk en dat speelt ook echt de laatste tijd, dat merken we ook. Ja, ook dat soort dingen speelt in Hardenberg, die veiligheid, zien jullie dat ook zo? Nou ja, als je de krant opslaat, dan weet je dat ook. Ja, maar goed, dan heb je dat je misschien op steekincident, ik weet niet. Ja, maar dat is niet het enige dat speelt. Drugsoverlast en dat neemt toe in Hardenberg. Ja, dat in de hele gemeente, Niet alleen in de gemeente Hardenberg natuurlijk, maar in heel Nederland en zeker in de grensprovincies neemt dat toe. Ja, ook hier. Okay. En daar moeten we ook niet omheen willen manoeuvreren, dat moeten we gewoon. Dus we kunnen beter zorgen dat we het onder ogen zien en dat we daarop anticiperen. Ja. Staat jullie dan nog heel wat te wachten de komende jaren, als ik dat zo hoor? En de gedrevenheid is in ieder geval heel groot. Genoeg uitdagingen. Absoluut. Wij moeten langzaam tot een afronding komen. Het is tijd. Dat is jammer. Ja, dat is ontzettend jammer. Ik vond het heel gezellig. Dankjewel voor jullie komst. Heel veel succes met het werk de komende periode. U bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer. Wij zijn van de partij.